Op Schiphol is het altijd een bedrijvigheid van je welste. Niet alleen in de lucht, maar ook op de grond. Er is dus enorm veel kraansupport equipment nodig om alles soepel te laten verlopen, maar niet altijd efficiënt. De efficiëntie en duurzaamheid kan wel worden verhoogd. Hierover praten we met Frank Erftemeijer van Yellowstar Solutions en Willem Butselaar van Aventis Europe. Door inzet van goede hardware, dataontvangst en goede software kan jij data gaan analyseren. Als je die data kan delen met alle partijen in de keten, dan kunnen zij er beleid op maken. Als zij er beleid op kunnen maken, dan kunnen zij zeggen hoeveel equipment moet ik nou echt kopen. En dan kan je je equipment maximaal benutten. Wat mensen zich misschien niet helemaal realiseren, is dat zo'n terrein als Schiphol hier achter mij toch zo'n 3000 hectare oppervlakte beslaat. U kunt zich voorstellen dat als je wat minder bewegingen hebt, minder voertuigbewegingen, dat je dan automatisch brandstof bespaart. En dat betekent weer een sterke reductie van het CO2-gehalte in de lucht. Als die pilot slaagt, dan zal dat uitgezet gaan worden over allerlei andere Europese luchthavens. Puur met als belangrijkste reden het terugbrengen van die CO2-uitstoot. TCR serviced ook op die luchthavens ground equipment, dat zijn er meer dan 70. Dan kun je je voorstellen dat die voordelen, zeker als je dat op Europees niveau over vele luchthavens vermenigvuldigt, ja, dan heb je een enorm stuk duurzaamheid gewoon bereikt. Door het betere inzicht op Schiphol kan je het ook zeggen, nee, ik heb dat inzicht ook voor andere luchthavens. En dan kan je ook kijken van, hey, op Schiphol hebben we wel equipment over en in Frankrijk niet. Kunnen wij die equipment niet even verplaatsen, zodat die daar beter tot z'n recht komt? En dan heb je ja, heel duurzaam aspect, niet alleen voor Schiphol, maar ook voor Europa en de rest van de airports.